half kat en half helikopter. Een bijzonder gezicht. Op internet is Ovalcopter al een echte hit. Vanuit allerlei hoeken wordt er heftig gereageerd op de kat. Maar deze galeriehouder uit Stamperschat besloot het vliegende kunstwerk tentoon te stellen. Nou, het bijzondere is dat het eigenlijk nooit eerder is gedaan ter wereld. Het is ook niet gemaakt, zeg maar. Het was eigenlijk iets natuurlijks. Hè? Het was de kat van de kunstenaar. Nou, de naam van de kat is Orville. Orville is vernoemd naar Orville Wright, hè, de luchtvaartpionier. Hij was eigenlijk voorbestemd om te vliegen. Hij hield als kat ook heel erg van de vogeltjes. Dus volgens Bart Jansen zou hij hier erg van hebben genoten als hij het had kunnen meemaken bewust. De vliegende kat is een echt succes. Er is al een bod van 100.000 euro binnen. Volgens Joffrey een koopje voor de liefhebber. Voor een goed kunstwerk is 100.000 euro hoeft niet veel te zijn. Het is een flink bedrag, daar niet van. Maar voor een topstuk is het eigenlijk nog een schijntje. Want het is gewoon wereldwijd een uniek stuk. En iets wat inmiddels de hele wereld is overgegaan. Orville zit eigenlijk vol met elektronica. Orville is uiteraard geprepareerd door een bedrijf dat dieren opzet. Dus hij is eigenlijk helemaal hol van binnen. Hier binnen zit alle elektronica, dus dit is als het ware de motorkap van Orville. Daar kan eventueel dan nog aan gesleuteld worden. Mocht u interesse hebben, Orville staat voorlopig nog te koop in Stamperschat.